Ondertussen is het wel duidelijk, denk ik, dat voor heel veel beleggers beleggen in ETF's vaak een slimmere keuze is op financieel vlak dan zelf aandelen gaan uitkiezen of te gaan beleggen bij een bank of vermogensbeheerder. Wat dat heel veel mensen niet weten over ETF's, is dat je ook een veel breder spectrum aan assets kunt investeren dan puur aandelen. De meeste mensen denken vaak aan een indexfonds zoals de S&P 500, zoals een MSCI World Index, zoals een FTSE All World Index en kiezen ETF's enkel om te gaan beleggen in aandelen. Nu, de wereld van ETF's en op de beurs verhandelde beleggingsproducten is een pak breder dan aandelen. Je hebt bijvoorbeeld ook ETF's die beleggen in obligaties. Obligaties zijn een fantastische aanvulling bij je portfolio, omdat die een kussen vormen op het moment dat de beurs zou crashen of dalen. We hebben dat gezien bijvoorbeeld in de financiële crisis van 2008, 2009, maar op heel veel andere momenten ook. Als aandelen keihard crashen, helpt het om een stuk obligaties in je portfolio te hebben, want die remmen de crash af. Dus ook dat stukje obligaties aan je portfolio toevoegen, kun je perfect doen door te kiezen voor een obligatie-ETF die belegt in duizenden obligaties in één keer. Maar het houdt natuurlijk niet op bij obligaties. Je kunt ook kiezen om te gaan beleggen in grondstoffen. Een aantal populaire grondstoffen zijn bijvoorbeeld goud of zilver. Die grondstoffen kun je perfect aankopen met een exchange traded commodity, heet dat dan, een ETC. Dat is deel van de familie van exchange traded products. Ook op de beurs perfect verhandelbaar. Dus als je in goud wil gaan investeren, kun je gaan kiezen voor een ETF die belegt in goud. Liefst van al kies je voor fysieke replicatie, dat die ETF ook effectief dat goud aankoopt, dat je niet met een financieel swapcontract zit. Maar goed, de details daarvan gaan ons te verleiden. Maar je kunt dus perfect beleggen in gelijk welke grondstof, in goud en zilver, ook door middel van ETF's. Er zijn ook ETF's waarmee je geïnvesteerd in een bepaalde thema of een bepaalde economische sector. Je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een ETF die specifiek belegt in big data, artificial intelligence, vergrijzing van de bevolking, water, noem maar op. Er zijn gigantisch veel thema's te bedenken en natuurlijk hebben die aanbieders van ETF's ook ETF's samengesteld die inspelen op die specifieke trends, op die specifieke thema's, zodat je als belegger, als je dat wil, in je portfolio naast een sterke core met wereldwijde aandelen en obligaties en eventueel een stukje goud, ook een aantal andere dingen kunt gaan toevoegen. Voor elk wat wils, ik ga hier niet in detail gaan verder over welke ETF's dat je specifiek nog allemaal beschikbaar hebt, maar weet dat ongeacht waarin dat je wilt investeren, dat de kans heel groot is dat er een ETF voor beschikbaar is. Goed, als je nu meer wil weten over beleggen in ETF's of in indexfondsen, kijk dan zeker eens onze masterclass Starten met beleggen, want in die masterclass neem ik je eigenlijk door de 8 stappen die je kunt nemen als startende belegger of meer gevorderde belegger om een beleggingsportfolio te bouwen waar je op lange termijn mee belegt, zonder dat dat je stress bezorgt en zonder dat dat je veel tijd vraagt. Basically, je kunt beleggen op een passieve manier en hooguit 5 minuten per maand, een keer dat je portfolio opstaat, is het echt kinderspel. Het moeilijke werk is eerst even door de 8 stappen gaan, je portfolio samenstellen, je broker kiezen, je eerste aankopen gaan doen, zodat je vertrokken bent en dat je op lange termijn je geld op een slimme manier voor jou aan het werk zet. Dus kijk gerust even naar de masterclass. De link ga ik onder de video erbij plaatsen. En als er vragen of opmerkingen zijn, gebruik de comments. Ik probeer op zoveel mogelijk van die opmerkingen of vragen ook persoonlijk te reageren, dus drop ze gerust onder deze video.